boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Dit is een video waarin we eens bespreken dat Formule 1 weer terug is. Ik ga vandaag naar de hele dag naar de testdagen kijken in Zakir, dat is Bahrein. Dus zijn vandaag de testdagen. Vandaag in Bahrein. En ik ga natuurlijk kijken. Zoals jullie zien, als deze video online komt op vrijdag, is het net de derde testdag geweest. Vandaag is donderdag. Ik ga deze video nog editen op donderdag. Dus dit is de voorlaatste testdag vandaag. En morgen is het dus vrijdag. Is het dus, ja. Want deze video komt dus vrijdag online. En ja. Dit is de testdag. Vrijdag is de laatste testdag. Van Formule 1. En volgende week is het dus al de Grand Prix van Bahrein in Zakir. Bahrein International Circuit in Zakir. En het is net ochtend, het is 7:27 en ik wil deze video zo snel mogelijk af hebben. Omdat ik dan nog kan editen. Dus 7:27, het is om 8 uur dat begint, dat Formule 1. En ik ben echt blij dat dat terug begint, want ik heb heel lang gewacht voor nog auto's gaan te zien rijden. Het is nu dus 7:28 en ik ben blij dat Formule 1 terug is. Ik heb gisteren nog een deeltje van de eerste dag gekeken. Dat was het laatste half uurtje en zo. Omdat ik net thuis kwam aan werk en ik zeg ik ga dat nog eens bekijken. Dus dat was het laatste half uurtje dat ik keek. Dus deze was de video. Het was een redelijk korte video vandaag omdat ik zoiets had van... Ja, ik wil toch nog wel een video pushen, maar ik ga hem niet te lang doen, omdat ik zoiets heb van, kon langer, maar ik had geen goesting om langer een video te maken. Dus dit was de video, enjoy jullie weekend, dinsdag ben ik weer terug bij een nieuwe EFC video en dan ben ik er morgen altijd in. Let's go, bye bye.